Yo, what up gasten, welkom bij een verse nieuwe Banje Movie. Vandaag ben ik aan de beurt voor vrijzoenvrij.nl. En voor de mensen die direct denken, Bardo, ben jij nu in één keer ook al zo'n commerciële klootzak geworden? Ja, dat ben ik en ik heb geld, hey, de mazzel. Banjo! Nee, even serieus, het is best belangrijk dat ik hierover praat. Aangezien heel veel mensen in Nederland last hebben van hun... Dus ik ben gevraagd om een video te maken over hoe je moet beginnen over condooms. Sorry voor de mensen die hierop wachten, maar ik ga deze keer geen flauwe grappen maken. Nee, dat lieg ik. Dus, hoe was het met je condoom? Ik doe niet eens aan incest. Wat? Je vraagt hoe het gaat met de kont van mijn oom. Oh, de kont van je oom. Heel leuk. Viespeuk, je hebt wel een mooi vestje aan. Kut, sorry. Oké, dat was de enige flauwe grap over condooms in deze video. Beloofd. Soort van. Denk ik. Nee. Eigenlijk is deze video heel simpel. Stel je weet dat het gaat regenen buiten. Doe jij dan je regenjas aan? Dus ja, ik moet nu verder gaan lullen over condooms. En ik heb een paar leuke weetjes opgezocht. Gewoon even. Hallo mede-alcoholisten. Ik ben Bardo. Shit. Heb je dat andere blaadje voor mij? Ja, dankjewel. Oké. Hey, ik draag stringetjes en ik vind het fijn als je mij... Juist, dan plak ik maar een presentatieblaadje erbij, als er geen andere manier is. Even tussendoor, ik doe wel alsof iemand daar staat, maar er staat gewoon niemand. Ik ben eenzaam. De condoom is uitgevonden in 1824 door Napoleon. Later hebben de Engelsen hem verfijnd door de dunne darm uit het schaap te halen. En het te vervangen door een rubbertje. De condoom dien je om te doen als het nat wordt. Bardo, ben je wel klaar? Ja, ik ben al klaar, alleen... Waarom heb jij een paraplu? Dude, ooit van bijen gehoord? Je kerel, waarom neem je niet gewoon een condoom mee? Dat moet hoor. Hoezo dat dan? Duh, het is een van de meest vochtige plekken van Nederland. En weet je hoeveel beestjes daarin zitten? Daar krijg je echt wel herpes van hoor. Serieus, we zouden geen flauwe grappen doen in deze video. Weet je hoeveel er hebben gehad inmiddels? Dus je hoeft er niet altijd om te doen. Maar het gaat er wel om dat je het veilig doet. Dus doe op zijn minst de kogel vrij vast staan. Anders kunnen er gewoon nare dingen gebeuren. Bedankt dat je bent gekomen. Hij ligt hier binnen met herpes. Is het ernstig? En je hebt trouwens een heel mooi vest aan. Ja, het is echt ernstig. Hoe ernstig is het dan? Mega, echt, super ernstig. Dat is... Oh, jij hier even buiten! I'm so sorry. Hey, Ernst. Hey Bobby. Wat is er gebeurd, man? Ja, ik had seks met een condoom. Wat? Dat hoort toch? Nee, wie heeft je dat verteld? Je moet seks hebben met je partner en er een condoom tussen doen. Seks hebben met een condoom werkt niet, hè? Oh, maar dan ben ik helemaal niet ziek. Nice. Maar Stef is een lul. Letterlijk. Dit is Stefano, een echte lul die overal ingaat. In een parkje, in een goal en zelfs in een struikje. Maar laatst zag deze lul iets waar hij graag in wou. Alleen ja, zonder na te denken liep hij naar binnen en stootte zijn hoofd. Toen kreeg deze lul een mutsje en nu kan hij overal veilig naar binnen. Zo, la 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 la. Hou op man, hou op. Nee, hou echt op. Het is gewoon niet leuk. Ik check ze wel later voor je. Ja. Yo, what up gasten? Ik hoop dat jij genoten hebt van deze video. Eindelijk ben ik weer een keer op de zondag zoals het hoort. Geef deze video een groen duimpje. En deel deze video ook eventjes via Hives, Twitter, MSN en de hele mikmak. What the fuck is een mikmak? En stuur deze video met name door naar mensen die praten. Gewoon. Mensen. Heb je het doorgestuurd? Gaan we door. Dit is een vrij nutteloos gebaar. In ieder geval, mensen, ik ben heel benieuwd. Hoe begin jij over condooms? Door te praten. Klootzak. Stel je ligt met dat meisje op strand en ze wordt niet terug de zee ingerold door Greenpeace. En dat zeg ik. Hoe begin jij over een condoom? Ik zelf zou beginnen over het regenwoud. Hoe erg ik het vind dat de ozonlaag erdoor kapot gaat. Door de ozonlaag regent het. En ja, je hebt wel water nodig om te overleven. En over overleven gesproken heb je seks nodig, hè. En dat wil ik wel met een condoom. Zie je hoe makkelijk het is? Ja, hij was uitgevallen. De leukste 3 reacties winnen een shirtje. En ik kan er een handtekening op zetten voor je. Ik kan er alles mee doen wat je maar wil. Behalve de foute, vieze dingen waar iedereen nu direct aan denkt. Ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe creatief jullie altijd zijn. Je mag ook reageren op de site van vrijzoenvrij.nl. Ook kunnen we nog een keer vriendjes worden op Twitter en Hives. Alle linkjes staan hier beneden. Dus Banjo Legioen, groen duimpje. Delen met al je vrienden. Die heb ik niet. En ik ben natuurlijk benieuwd, hoe begin jij over een condoom? Zeg het in de reactie hier beneden of op vrijzoenvrij.nl. En 3 winnaars winnen een Mieters shirtje. Superleuk. Ik ben echt benieuwd wat voor dingen Banjo Legioen gaat verzinnen. En gasten, ik check jullie later.